Wat is de driehoekshandel? Bij de driehoekshandel nemen wij Nederlanders producten als jenever, geweren en kauwgomschelpen mee naar Afrika. In Afrika worden deze producten geruild tegen slaven. Met deze slaven gaan we onderweg naar Amerika. In Amerika aangekomen, bijvoorbeeld in Suriname, worden deze slaven gedwongen om op plantages te werken. En vanuit Suriname nemen wij Nederlanders weer producten terug, zoals tabak en suiker. Dit is de driehoekshandel.